Een 4-0 overwinning bij MASV. Vandaag 4-0 tegen Mielehout. Als ik deze wedstrijd typeer als een zakelijke overwinning, wat zeg jij dan, Mark? Ja, kan ik me bij aansluiten. In de rust met die jongens ook over gehad dat we vonden dat we niet ons niveau haalden. Tenminste, niet brachten wat we normaal kunnen laten zien qua tempo en dergelijke in de wedstrijd. Maar dat je wel je doelpunten maakt. Dus dan is lekker rusten aan de ene kant. Aan de andere kant wisten we wel dat het beter moest de tweede helft. Ja, hoe typeer je deze tegenstander? Het is best wel een krachtige tegenstander die toch wel ver onderin staat. Ik denk sowieso dat je in deze klas genoeg sterke tegenstanders, of allemaal sterke tegenstanders hebt. Ze hebben allemaal een aantal spelers die gewoon heel goed kunnen voetballen. Ook op een hoog niveau hebben gespeeld. En dat deze club ook. En daarbij kan ik vertellen dat ze ook nog wat jongens misten. Dus maar voetballend is dat allemaal niks mis mee, hè, voor de duidelijkheid. Nu hebben we 9 wedstrijden gespeeld, waarbij een aantal keer 0-0 werd gespeeld. Er is vaak kritiek geweest, we scoren moeilijk. Maar dat die hendel hebben we inmiddels gevonden, hè, waar die zit. Ja, weet je, we hebben altijd steeds wel gezegd van het komt wel en het komt wel goed. Want we weten dat we jongens hebben die een goal kunnen maken. Maar dan is altijd wel de vraag of dat ook daadwerkelijk zo is. En dat lijkt er inderdaad wel op. Dus ik hoop dat we dat ook zo door kunnen trekken. Ja, wat is de conclusie eigenlijk na 9 wedstrijden dan? We gaan van de week of de week erop even met de groep even bekijken wat we met onze doelstelling gaan doen. We hebben bij aanvang gezegd, het eerste blok van 9 wil in het linker rijtje staan. Dat is gelukt. En op basis daarvan gaan we de komende weken hem bijstellen of niet. Maar qua speelwijze, qua weerstand, we zijn in elke wedstrijd die we gespeeld hebben tot nu toe. Laat je zien dat je gewoon heel goed kunt voetballen en ook heel vaak de bovenliggende partij bent geweest. Dus we hopen dat ook dat weer door te trekken. Dus ik kan me goed voorstellen dat we in onze doelstelling iets in gaan veranderen. Maar dat gaan we eerst met de jongens bespreken. Ja, nu was gisteravond ook al een belangrijke wedstrijd. Nummer 1, Udi. Het gat was nog 7 punten. Ik denk dat jij op een gegeven moment zag, het is 2-0. Ja, het is gespeeld. Maar in één keer was het 3-2, hè? Ja, 2-3. En toen maakten ze in de blessuretijd dan nog de gelijkmaker. Ik moet zeggen, ik heb me niet. We zijn niet met Udi bezig voor de duidelijkheid, of met de koploper bezig, laat ik het zo zeggen. We moeten en naar zelf kijken en naar de plekken bij ons rondom de ranglijst. Ik denk dat 1 is. Maar we hebben vandaag voor de bespreking of in de bespreking wel even aangehaald van luister. Als je hem wint, dan wordt het gat met de koploper. Kun je het terugbrengen naar 5, afhankelijk van wat Groene Ster doet. Nou ja, dat hebben we in ieder geval gedaan. Ja. Volgende week even een intermezzo. We krijgen Sleeuwijk, daar moeten we naartoe in de tweede ronde van de beker. Fijn of niet? Fijn. Weet je, beker is altijd speciaal. Dus en ik denk dat het fijn is dat we in ons ritme kunnen blijven door gewoon lekker te voetballen. Dus daar vind ik zelf altijd wel van belang. En na Sleeuwijk hebben we nog een oefenwedstrijd bij Smitshoek op dinsdag staan. Dus we hebben genoeg wedstrijden waarin ook jongens die wat minder aan spelen toe zijn gekomen de laatste tijd hun minuten kunnen gaan maken. Dus daar kijk ik zeker naar uit, ja. Hoe serieus neem je die beker dit jaar? Ja, weet je, je wil elke wedstrijd winnen. Dus dan als je alles wint, kom je in de finale. Hè? Dus ja, dat gaan we zien. Op naar Sleeuwijk. Op naar Sleeuwijk.